meevallen. Dat is al een makkelijk eerste omloopje voor Elliot Krisma. Yes, I can. Ja, blijft wat nog grillig. Moet het nog wat gaan leren. En daar is het. Wat betekent dit van goed nieuws voor Elliot Krisma? Nu mag wel naar de start. Tot de baan niet. Zij van de zon. Rood is goed. Wit is de weer. Voor de uitleg van de vlaggen die je ziet. Thomas, dus Elliot Krisma gaat sowieso door naar de tweede omloop. Yes, I can. Naar de herkansingsronde. Daar gaan we nu voor lopen. Ja, dat is gelopen. Niet nadat ik eerst heb aangekondigd paardenbrief die Happy New Day 295 rechts. Met Rick Wester en paardenbrief via Uguento. Wat? Gaan we nu al filmen? Ik heb wel. Ik ga later filmen. We hebben gelopen van paardenbrief en die charisma aan de elf. Bij de volgende start ga ik... Achter de elf, paardenbrief. Elliot Charisma. Wim van der Leespoor, 205 meter. Dan loopt er een voor Yes I Can. En ik doe mijn excuses aan die dat ik daarnet de verkeerde naam heb uitgesproken. Schande voor mij, excuses, is natuurlijk Yes I Can. Excuses. 5. En we gaan eerst starten, maar ik hoort 5. Jullie herkansen. Klaarmaken, op uw plaatsen 1, 2, 3, af. De start is gevallen en Happy New Day en Rick Wester lijken gevlogen, want Uguento moet natuurlijk 5 meter goed geven. Het lijkt erop dat Rick van de Rick Wester dit onder controle heeft met zijn Happy New Day. Ja, die heeft zeker duidelijk voorsprong. Uguento gelukkig nu in de galopades wilde hier nog wel eens aan bezondigen. Maar hij heeft geen kans tegen de Happy New Day en het begint goed zo'n dag hier voor Happy New Day. Vrij deze eerste rit. Ik voel de hele windvlaag. Dus ja. Achter de 5 in de kansensomloop. Paard van de camera nog zo'n ruimte voor mij. De 5 in de kansensomloop. Paard van de volgende. Yes, I can. Bij Christa Tinner. 295. Ja, ze doen in de Velota in de baan, China Fantasy en Jumbo Hofman. De geldwinkel Kennemerland en ook Jeroen van den Boogaard Makelaars. Wat een geweldige sponsor hier in de hoofd. Ga straks erin. Waar wil je heen? Ik heb een Ja, van de nummer 3 hebben we nu weer gaan. Lange tijd nieuwe richting. Het komt niet helemaal uit in de vorige korte banen. Maar maakt er nu een pijke indruk in deze eerste rit. Eerst omhoog. Dat komt er alweer aan. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af. Nee, dat is wel goed op de baan. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af. Zacht, de witte vlag betekent de stad is afgeblazen. Door omstandigheden kan het zijn. Je moet uitkopen, Thomas. We gaan het opnieuw proberen. Bram, weet jij wat er aan de hand is? Nee. Op uw plaatsen 1, 2, 3, af. De start is gevallen. Ja, het lijkt niet meer mis te kunnen gaan voor Rick Wester en Happy New Day. Heeft u ook een, zijn tegenstander heeft u ook de witte vlag, Uguento. Ja, als het toch misgaat. Dat betekent dus uitschakeling, want hij moet wel in de goede draf, niet in galop. Maar Happy New Day gaat met de oortjes naar voren toe naar de tweede zege in deze eerste omloop. Voet nog een meter of 10.
heel goed afgedekken door naar de tweede omloop. Happy New Day, nummer 3. Hey, kijk. Paard nummer 5, Penny Jones. Nummer 10. Met Mats Westphal. Paard nummer 6, Hasta la Vista met de Huppels. 295 links. We gaan beginnen met de loten voor Happy New Day voor de tweede omloop. 5. 8 en 5 in de tweede omloop. Kunt u invullen. Paard nummer 3. Happy Day. 8 en 5. Happy New Day. Rick Westphal. 295 meter. Dan gaan we even naar de herkomst. In de herkansjes komt er achter de 1 komt hij dan weer een paard over de weg. Ze komt er alweer aan. Zal het gelijk doorgaan met Wim van de Westen gaat Rupels helpen met Hasta la Vista. Dan kan ik nog een keer op alle rust Wim melden achter de 1 in de herkansjes op de weg. Paard op de weg. Waarom kan Rusland hier niet aan meedoen? Frans van der Blom. Doen er überhaupt andere landen mee? Ik hoop het wel. Afstand. Volgens mij niet eens. Het zijn allemaal Nederlanders. Ze hebben kaarsrechte meters. Dat is de kruisweg. Denk ik, hè? Ja, dan krijgen we dus de favoriet volgens de kennis. Hé. Hey. Ben ik langs. Maar hier is het gelukkig gelopen. Deze eerste omloop. Hasta la Vista. Steeds beter onder de duim te krijgen deze pupil van stal aan. 5 meter voor je. Ben ik door het binnen in Venhuis? Elf paard! Ik zie elf plaatsen 1, 2, 3, af. Hasta la Vista heeft natuurlijk het voorrecht 5 meter te gaan, maar we zien een galoppaarde voor Panic Launcher. Ja, Hasta la Vista op weg naar de 1-0. Ja, dat is al misschien die kleine verrassing die er al misschien wel echt in zit. Maar ja, Panic Launcher heeft natuurlijk nog een tweede rit. Alles om het weer recht te zetten. Maar deze gaat in ieder geval verliezen bij de eerste rit. Van Hasta la Vista. Die krijgt de rode vlag in. En deze Hasta la Vista. Die gaan weer terugkomen voor de tweede rit. Goed nieuws voor de nieuwe groene. Voor RVN Animas Peter. Van deze kleur. We hebben een competitie. Kempa Park en 205 meter. Ira Hoogte. Ja, dan is het de bedoeling dat we de rit te winnen. Of het nou bij wijze van spreken, nu de Panic Launcher winnen. We hebben een stand van 1-1. Dan gaan we naar de kamprit, heet dat dan. Dit zijn allemaal Nederlanders. De derde omloop gebruiken dan. Hè? Dit zijn allemaal Nederlanders. Dat kan niet. Dat kan niet anders. Wacht, man. Als ik. Maar we nemen wel de step mee. Ja, maar dan maken we plek voor andere mensen. Anders hebben andere mensen geen plek. Ja, ik zat te denken, Bram. Als ik nou hier ga staan, niet daar, dan zet je me niet zo erg in de weg. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af.
plaatsen. Hé, hey, kijk, Thijs. De start is gevallen. Nu gaan we eens kijken wat er gebeurt. Wat ben ik nooit zo stap? Natuurlijk op 1-0 achterstand. En Ruud Pols weet dat. Dat is natuurlijk op stap met Hasta La Vista. En dat betekent Pedagogische in de achtervolging. Ja, die hebben natuurlijk over die 300 meter iets meer kans om die mensen in te lopen. Maar die heeft hij nog niet ingelopen. Hij komt hier wel hard op toeren. Maar het wordt een hele pikkelharde strijd. En dan zegt Hasta La Vista dat hij een lekker van een deurtje voor je op de strijd. Hasta La Vista! Zag ik naar hard hoor? Zo! En we hebben bijna een minuut. Hé! Kijk, 10 minuten. 8 minuten! Misschien heb jij. Heb je al. Ik film nu al de hele tijd. Ja, ik ook. Alleen. Kijk, daar is een paar. Daar is een paar. En paard nummer 8, Kelsa Europort. Reclame. Deze de paard is de meter. Goed, dan gaan we beginnen met de loop. Hasta La Vista, paard nummer 6. Kijk, 6-6. Wat alle paardenraces bedoel je? Wat bedoel je? Alle paardenraces vandaag. Alle paardenraces zijn vandaag. Ja, maar zijn ze allemaal geweest? Nee. Vervolgens lopen we voor de Pellicoonse herkansingsronde. Dit zijn nu de herkansingsronden. Zo snel? 6. In 11 minuten de herkansingsronde. 8-6 in de herkansingsronde kunt u noteren. Paard nummer 5, Pellicoonse. 8-6 in de 5, Pellicoonse. Oh ja, en dan gaan alle winnaars tegen elkaar. En die verliezen dan af en bij. Gaan die net zo lang totdat er geen iemand wint. Ja, maar we komen ook op pauze. We hebben al een stilstand. Ja, maar nu zijn er 15 paarden. 15 paarden gaan starten. Er zijn niet 15 paarden. Er zijn meer veel meer paarden. Oh! Nu gaan er 15 paarden starten. Hoeveel pauze zijn ze dan? Laatste stuk paarden. Eén idee. Kijk, dat chill was de eerste. Ja. Karma, kun op uw plaatsen 1, 2, 3. De ingezegende Keigel aan de rechterbaan en de linkerbaan, Nicolas Kapoen, Kelsen van Oppoort op Tuinik, Alex Hoogdorp, maar dat kan ook een misstap worden, want Kelsen van Oppoort. Zijn er echt iedereen nodig? En daar gaan ze komen. Ja, dat kan zijn. Ja, dat is een makkelijke opgave hier voor Kelsey Europort. Helaas, ja, zo is het gewoon. Ook een debutant, allemaal leren. Dus ja, eerste keer dat we op de start komen. Ja, dan moet je gelijk tegen de kampioen van 2021. En daar zijn we. Nee, ze ging niet eens zo hard. Nee, maar die wist al dat hij verloren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is gevaarlijk als er op de baan gepoept is. Echt? Maar de kans dat ze poep op de baan is vrij klein. Waar is dat dan? Omdat ze keihard sprinten. Nou. Net liepen ze nog even lekker in een rustig drafje. Ja, oké. Okay. Ik ben nu al bijna 15 minuten aan het filmen. Hè? Ik ben op 13 minuten aan het filmen.
Maar, dus je moet een agenda. Wanneer moet je agenda halen? Vandaag. De start is gevallen. Wanneer gaan we dat doen dan? Na de paardenraces? Of tijdens de pauze? Ja, dat is dus gelijk aan Ellie Charisma. Ja, maar het dorp is hier toch dichtbij. En je hoeft alleen maar naar de action. Met haar Kels van Europol. Ja, en dan staat er ook Kuilan. En daarom. Zullen we nu even gaan snel? Ja.